Hoi, ik ben Robin en welkom bij alweer de zesde aflevering van Robin Smalltalk. Dit was de aflevering waar twee kandidaten het spel moesten verlaten en de opdracht was om Nicky en Tigo te vinden. Helaas werden ze niet gevonden en waren zij sowieso verzekerd van een plaats in de finale. Ook al klopt dat nog niet helemaal, want volgende week hebben we natuurlijk ook nog. En moesten natuurlijk Patrick en Ron het spel verlaten. Een hele bijzondere aflevering genaamd Damocles, waar ik in ieder geval met veel plezier naar heb zitten kijken. En eigenlijk alles onvoorspelbaars. Ja, tevens zal dit een kortere Robin Smalltalk worden dan normaal, omdat het eigenlijk een halve opdracht was die de hele aflevering duurde. Maar desalniettemin, heel veel plezier met kijken en dan gaan we door naar de opdracht van de aflevering. Nou, zoals vorige week al bekend was, was de titel van de opdracht onvoorspelbaar, waar Nicky en Tigo gevonden moesten worden, zodat iedereen de executie moest meemaken. Maar dit helaas niet gebeurde. Wel hebben ze voor deze opdracht 3400 van de 4500 euro gewonnen voor de pot. Tijdens deze opdracht zijn er mij en andere mensen wat dingen opgevallen. En hier moet ik ook wel bij zeggen dat het wat lastiger is dan normaal, omdat Nicky en Tigo niet veel in beeld zijn geweest. En daarom er wat meer gepraat gaat worden over Jeroen en Peggy. Te beginnen met het ontbijt waar ze een gesprek hebben voor ze moeten gaan. Uiteraard zei Ron de vorige aflevering al dat hij liever voor de aanwijzingen ging dan voor het geld. En Jeroen heeft zich daarbij aangesloten tijdens het ontbijt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu zeg maar ook op het pijlpunt ben, dat ik denk van ik heb liever die executie met z'n zessen dan het geld. Ja. Eenmaal na het intro van de opdracht zegt Jeroen nogmaals dat hij voor de aanwijzingen wil gaan. Later tijdens deze opdracht komt Peggy erachter dat ze geen telefoon hebben meegenomen. En geeft ze eigenlijk de schuld aan Ron om er zelf minder verdacht uit te komen. Jij hebt toch een telefoon? Nee. Hebben wij een ambt? Ik heb geen telefoon. Nee, serieus? Nee, ik heb geen telefoon. Ah nee, wat een sufferd. Hebben zij ze alle twee? Ah, nee. Nee, echt? Meen je dat moeten we even. Zijn ze er nog ergens? Wanneer Patrick en Jeroen op de eerste locatie zijn aangekomen bij Fort Stella, vinden ze wel de aanwijzing, maar vergeten ze de sleutel mee te nemen. Bij deze locatie veroorzaakt vooral Jeroen veel verwarring en probeert hij zo snel mogelijk weg te komen daar, zodat ze de sleutel nog een keer later op moeten halen. Maar je hoeft er niet in te gooien, dan is er dus een fontein waar je een wens kan doen of iets dergelijks, of een put. Vervolgens komen ze aan bij een nieuw gebouw. Ik wilde de naam proberen uit te spreken, maar dat ga ik niet doen. In ieder geval bij het paleis van Napoleon, als ik het goed heb begrepen. En daar staat Jeroen wel op een hele verdachte locatie. Oh, kijk uit voor je tas. Oh, sorry. Ja, nou, vind het. Dit is namelijk de locatie waar het geldzakje staat. Dit zou dan echt een overduidelijke hint zijn richting Jeroen als mol. Ondertussen vindt Peggy ook een geldzakje met een hint richting Nicky en Tigo. Daar weet Peggy te benoemen dat de afbeelding een valk betreft. Een vogel. Er staat een vogel. Een valk is het volgens mij. Moeten we daar misschien naar zoeken? Een mol zal uiteraard niet aangeven dat het een valk is. En als het de mol zou zijn, dan zou je daar uiteraard wat langer mee wachten. Om de opdracht wat stroever te laten verlopen. Ik vind het voor nu in ieder geval toch wel een behoorlijke anti-molle actie. Daarna zijn ze in het theater van Vigilante, waar Nicky en Ron allebei twee geldzakjes vinden en Jeroen nog steeds niets heeft gevonden. Het valt dan ook op gedurende de hele opdracht en eigenlijk ook gedurende de hele aflevering dat hij nagenoeg niets vindt en alles probeert af te leiden. Dan hebben we natuurlijk ook nog Nicky en Tigo en daar valt vooral één ding op. En dat is ook voorgekomen tijdens de echte Moltok. En ik houd een beetje in het midden of het dan ook daadwerkelijk een echte hint is of niet. Maar ja, ik wil het toch meenemen, want mocht het een hint zijn, ja, dan is er in ieder geval wel eentje. Maar het betreft de ketting van Nicky. Deze ketting is elke aflevering anders. En redelijk afgestemd op een van de opdrachten van de aflevering of van de aflevering daarvoor. En dat is eigenlijk waar we het ook voor deze opdracht bij gaan laten. Dan zijn we alweer aangekomen bij de executie en afsluiting van aflevering 6. Waar er serieus werd gezocht en er veel dingen over het hoofd werden gezien. En uiteraard Patrick en Ron het spel moesten verlaten. Maar nu weet ik nog steeds niet zeker wie de mol zou kunnen zijn. En hopelijk zal er heel snel verandering in komen na de volgende aflevering. En dan is dan weer tijd voor de afsluiting. Voor mij zijn de potentiële mollen nog steeds Tigo, Nicky en Peggy. Alhoewel Jeroen ook wel zichzelf steeds verdachter maakt. Ik heb nog steeds mijn twijfels erover, maar ik hou hem zeker wel in de gaten. En hopelijk kan ik na volgende week in ieder geval één duidelijke mol of kandidaat kiezen. Wie ik denk dat de mol zou kunnen zijn.
En dat is ook voor nu waar ik het bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze korte aflevering van Robben Small Talk. Als je ervan hebt genoten, uiteraard, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.